Deze maand staan alle ogen gericht op de centrale banken. Opnieuw moeten we zeggen, want de voorbije maanden was er al volop sprake van nieuwe stimulusmaatregelen. En die komen deze maand volop door. We zullen dus nog meer monetaire stimulusmaatregelen krijgen. Te beginnen vorige week al met de Chinese centrale bank. Die verlaagde de reservevereisten voor commerciële banken met 50 basispunten. En voor zij die erin slagen ook om meer kredietverlening te leveren aan kleine en middelgrote ondernemingen, komen er ook later dit jaar nog extra soepelere voorwaarden. Deze week is het dan aan de beurt aan de Europese Centrale Bank. Mario Draghi, de voorzitter sinds eind 2011, zwaait af en wordt dus opgevolgd door Christine Lagarde volgende maand. Maar Mario Draghi komt alsnog met een stimuluspakket. We kunnen wellicht ervan uitgaan dat die rente, de depositorente, verlaagd wordt van min 0,4% tot min 0,5%. Dat de centrale bank ook zal zeggen dat de rente nog lang laag blijft. En de centrale bank zal ook de deur openen voor meer quantitative easing. Dus het opkopen van staatspapier en bedrijfspapier zal ook opnieuw gebeuren, wellicht later dit jaar, voor tientallen miljarden euro's. En daarnaast zal er wellicht ook een tiering systeem worden ingevoerd. Dat betekent dat de liquiditeitsoverschotten, die nu onderhevig zijn aan een negatieve rente, dus commerciële banken betalen vandaag voor het aanhouden van die overschotten, dat die verminderd wordt om zo de impact op de banken te verlichten. En dan als laatste, volgende week komt dan de Amerikaanse Federal Reserve Bank. Allicht met een nieuwe renteverlaging. In juli verlaagden ze de rente al. En wellicht kunnen we ervan uitgaan dat die rente opnieuw met 25 basispunten verlaagd wordt. Dat was althans de indicatie die we kregen vorige maand op Jackson Hole, waar de voorzitter, dus Jerome Powell, ook de deur openzette naar een meer stimulerend beleid. Of dat allemaal veel impact zal hebben, dat valt nog af te wachten. Wellicht is de impact op korte termijn klein, want de belangrijkste reden daarvoor is vooralsnog dat de geopolitieke onzekerheid blijft wegen op de economische groei. En dat de Brexit-perikelen, als ook de Chinees-Amerikaanse handelsspanningen nog gedurende lange tijd zullen blijven bestaan.